Sjoerd Huisman, winnen in een afvalkoers, dat is voor jou niet nieuw. Nou ja, kijk, op de schaats wel. Ik heb het 1 keer eerder gedaan en dat was als zeerijder. Hadden ze in Groningen een competitietje van afvalkoers, puntenkoers en ik meen gewoon in lijnwedstrijd. Dus het is 1 keer eerder gebeurd. Ja, en op skilers doen we het redelijk vaak. En dan heb je hier een hele avond met eigenlijk allemaal voor marathonschaatsers alternatieve onderdelen. Puntenkoers, afvalkoers, koppenkoers. Hoe is dat? Ja, ik vind het geweldig. Kijk, tuurlijk zijn er dingen die je kan verbeteren. Kijk, dweilen moet je er tussenuit halen. Of in ieder geval kort. En een beetje muziek. Een beetje met licht en met alles moet je een beetje spelen. Het moet meer een beetje baanwielren idee worden, denk ik. Ja, dank u. Snel en spectaculair eigenlijk. Snel en veel finales, dan kun je het spectaculair en mooi maken. Is het een evenement dat potentie heeft in jouw ogen? Ja, ik denk het wel. Ik hoor alleen maar positieve berichten. Ook gewoon van mensen langs de kant, die vinden het geweldig. Gewoon ook omdat je hebt veel finales, veel dingen snel achter elkaar. En als ze nog een beetje in het schema kunnen schuiven, dan denk ik dat je een heel mooi programma hebt. Misschien ook iets dat vaker dan 1 keer in de kalender zou kunnen worden ingepast. Nou ja, wie weet dat je het bijvoorbeeld op 3 verschillende banen kan doen en daar een competitietje van maken. Of je kan er in ieder geval wat leuke dingen mee doen. En het sluit voor de grote aantallen skileraars in het peloton ook naadloos aan, hè? Nou ja, kijk, we hebben een klein voordeeltje natuurlijk, omdat we het redelijk vaak doen. Maar ik denk dat de echte schaatsers het ook wel leuk vinden. Alleen ze moeten het wel even onder de knie krijgen. Want volgens mij bleef jij in de finale van de afvalkoers ook over met 2 echte schaatsers, hè? Ja, daarom moet je een beetje voorzichtig zijn. Maar kijk, op zich, iedereen kan het leren. En je moet gewoon goed, je moet scherp zijn met zo'n koers. Je moet continu opletten, want even niet opletten en je bent eraf. Dat je Peter Nauta en Ronald Kruijer klopte, was eigenlijk te verwachten. Voor jou de eerste overwinning dit seizoen eigenlijk. Voelt het ook zo'n beetje? Nou ja, tuurlijk. Kijk, in de finale kom je dan met Nauta en Kruijer. En die jongens die zijn ook niet de traagste. Ze zitten in pelotonsprints, zitten ze ook altijd voorin. Dus het is 1-op-1 is toch even een andere koek. En je moet er gewoon serieus voor rijden. Nou ja, dat pakt er gelukkig goed uit. En hou je daar ook nog een goed gevoel aan over dan voor jezelf? Nou, natuurlijk. Je weet in ieder geval dat je op de goede weg bent. En ik kon op Natura zo merken dat ik de laatste wedstrijden werd ik gewoon beter en sterker. Ja, je mist gewoon vermogen en dat moet je zien te krijgen. Ja, dat krijg je op deze manier. Komt het helemaal goed. Volgend seizoen sta je er weer? Neem aan van wel.